Ik sta hier vandaag met... Lisbeth van Weert, oprichter van Weert & Partners. Hoe ben je in contact gekomen met Bastiaan en Edwin? Nou, dat is al een tijdje geleden. Wij zochten een bureau wat digitale testen verkocht. En Bas en Edwin waren toen net hun bedrijf gestart. En wij waren, geloof ik, een van de eerste opdrachtgevers. En wij hebben toen een testsysteem gekocht. En dat testsysteem was al TMA? Ja, dat is toen de TMA geworden. Ja, inderdaad. En hoe werkt dat nu bij jullie in de praktijk? Nou, het werkt uitstekend, want wij kunnen daarmee de talenten van mensen heel goed in kaart brengen. En aangezien wij later zien hoe mensen ook hun talenten zeg maar laten zien in de praktijk, dus hoe ze daadwerkelijk handelen, kunnen we dat heel mooi combineren. En het schrijven aan dit boek, hoe beviel dat? Ja, dat was fantastisch. Ik had al veel geschreven en het leuke is dat één iemand iets schrijft en de ander het nog even kan herzien. Dus we hebben heel veel over elkaar heen geschreven, om maar zo te zeggen. Letterlijk die 360 graden feedback. Ja, kun je wel zeggen. Ja, zeker. Ja. En wat is de verwachting nu van dit boek? Ik verwacht dat het gewoon een heel handig boek is voor veel organisaties om het als echt praktijkboek te gebruiken. Het is absoluut niet het zoveelste verhaal van hier is het competentiemanagement. Wat maakt dit onderscheidend dan van al die andere verhalen en modellen? De meeste boeken die vertellen wat competentiemanagement is. Dit is een boek wat je gewoon pakt als je iets nodig hebt. Als je denkt van ik wil klantvriendelijkheid bij een medewerker in kaart brengen, dan pak je het boek, je kijkt erin. Je ziet wat het in gedrag is, hoe je het kan ontwikkelen, of het wel of niet ontwikkelbaar is. Dit is dus zoveel meer praktisch eigenlijk dan wat we eerder al hebben gezien. Absoluut. En een bundeling van talenten. Hartstikke mooi, dankjewel. Dank je, graag gedaan.